Zo ziet teleurstelling eruit. Het Nederlands springteam zit niet bij de beste drie van het EK. Natuurlijk, je raakt graag nul. Maar als je het gewoon gaat analyseren, dan was het misschien het parcours vandaag voor ons net een maatje te groot. Bondscoach Rob Erens was vooraf optimistisch. Statistisch gezien was een medaille mogelijk. Na de eerste dag 9e en na de tweede dag 6e, dan zou je kunnen doortellen. Maar de landen die eigenlijk voor ons stonden, waren gewoon heel sterk. En dat hebben we nu ook gezien. Het was gewoon een fantastisch spannende wedstrijd. En het is mooi, zo'n kampioenschap is ongelooflijk mooi. Je ziet hoe mooi die sport is, hoe men strijdt. En om hier eigenlijk te zijn is eigenlijk, ja, als je hier goed rijdt, dan zit je bij de beste van de wereld. Als Jeroen bij de beste 25 zit, is hij met Utasha geplaatst voor de individuele wedstrijden zondag. Zelf twijfelt hij. Ik moet toch eens even nadenken dat als ik erbij kom, of ik überhaupt wel de finale rijd. Daar ben ik nog niet heel zeker van. Ik had vandaag het gevoel dat ze heel veel moest geven. Ze gaf ook heel veel, alleen het was niet genoeg. En zondag komt er nog een tandje bij op en dan kan het misschien wel eens te veel gevraagd zijn voor ons. Dat is het gevoel van Jeroen, die zit er bovenop, die voelt. En we moeten nu ook vooruitkijken. We hebben het Barcelona nog, de finale van de eerste divisie nog voor de boeg staan. En dan moeten we gewoon even samen bekijken van wat we doen. Of we Carambol met Willem nog laten lopen. Ik denk sowieso dat Jur sowieso kan rijden. Michael weet ik niet of die dat nog redt. Die kan, als die geplaatst is, ook wel rijden. We moeten het gewoon even rustig bekijken.